Hoe heet de maand waarin de moslims gaan vasten? Jij weet het, jij, je zei het, Allah, je weet. Juni. Hey, grappies en grappinnen, mijn naam is Evano Holwijn. Zie je die mooie brug daarachter? Dat betekent dat we op dit moment zijn in Rotterdam. Voor de Wat Weet Jij Wowzers Tour. Nog steeds in volle gang. In volle motion. We gaan lekker door. Volg me op social media als je dat nog niet deed. En als je dat wel deed, volg me extra. Alle drie, overal. Ja, en nu gaan we gewoon wat mensen zoeken. In welk land wordt het grootste deel van de Tour de France gereden? Frankrijk. Nee, jawel. België. Ja, je bent geweldig. Geweldig ben je. Ik weet niet of jullie deze man herkennen, maar kijk goed naar deze man. Dit is Mr. Double Dab, of was het een triple dab? Wat was het? Double dab. Je hebt het goed, jongen. Oh, dab hem. Dab hem, dab hem. Voor dab, nog een keer, nog een. Double dab, double dab. Nee. Oh! Een double dab. Doe het weer voor ja, ja, ja. Het is Mr. Double Dab. Ja, ja. Niet vergeten, uit Amsterdam. De beelden hebben jullie gezien. Hoe ga je het nu doen? Ik ga het nu veel beter doen dan vorige keer. We gaan het zien, we gaan meteen beginnen. In welke provincie zijn we en wat is de hoofdstad van die provincie? We zijn nu in Rotterdam. De provincie is Rotterdam. Jammer. Ik weet niet wat hij doet, maar hij doet het echt niet goed. Hoe heten de oorspronkelijke bewoners van Australië? Even nadenken. Oorspronkelijke bewoners? Niet die Engelsen? Australiërs gewoon. Nee. Nou, fout. Nou ja. Daar is mijn bucket al. Nou, je mag nog even de rest beantwoorden en daarna krijg je lekker een bucket. Free food. Toppie voor hem. Yes. Hoe heten de oorspronkelijke bewoners uit Australië? Zink de moed al in je schoenen. Was dat hem? De moed in je schoenen zinken. Zoiets toch? Ja toch? Heb ik gelijk, jury? Hij kent hem niet. Laat maar gaan. Australiërs? No! Australiërs? God, no! Oké, toch niet. Hoe voel je je bij dat antwoord? Nou kijk, weet ik eigenlijk niet. Hoe kom je erop? Australië en dan Nederland. Nederlanders, Australiërs. What the fuck are you talking about? Hoe heten de oorspronkelijke bewoners van Australië? Dat de bibber. Net was je zo zeker van je zaak. Nu moet je zeker van je zaak zijn. In 5, 4, 3, 2, 1. Aboriginals. Woo! Australiërs? Wat een zieltje. Hoe heten de oorspronkelijke bewoners uit Australië? Australianen? Ja, ik ben in shock. Je hebt soms van die dingen in het leven die je niet gezien of gehoord zou willen hebben. Dit is me de eentje. Hoe zeg je vaak in het Engels? Vaak. Many? Should have paid attention in class, you fucking bozo. That is very fout. Oh. Hoe zeg je vaak in het Engels? Too much. Hey, maar ben jij een Mongool of niet? Dus als je zegt ik wil jou vaak zien? Oh nee, dat is heel vaak. Hoe zeg je dat dan? Much. Doe nou niet zo stom! Vaak in het Engels, toch? Frequently. Dat klopt. Mostly. Zoiets? Ja, dat klopt. Frequently is een hele mooie. Oké, en hoe zeg je vaker? Frequent. Of nee, toch niet? Oh nee, is wel anders. Oh no, shit. Mensen, ik zit in zijn hoofd. Vannacht nachtmerries. Over Defano Holwijns, wat weet jij? Kopie, kopie. Hoe zeg je vaak in het Engels? Often. Hoe zeg je vaker in het Engels? More often. Duim omhoog. Deze heb je in de pocket. Eindelijk. Ja, ga je niet ook een duim doen? Ga je mij alleen duimen? Yeah. Hoe zeg je vaak in het Engels?
Often. Zeg je vaker in het Engels? Oftenly? Absoluut niet. Dit mag absoluut niet. Hoe zeg je vaak in het Engels? Often. Zeg je vaker in het Engels? More often. Doe maar duim omhoog. Helemaal goed. Hey. Nice. Het is hier 12 graden. Waar mijn broertje is, is het 21 graden kouder. Hoeveel graden is het daar? Holy shit. Nou vraag ik je wat, hè? Ja. Min 33. We zijn sprakeloos. En in 3. Oh, wow, 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 wow. Ik snap al hoe hij daarop komt. Maar hij gaat het nog een keer doen. 12 min 21. Mensen, ik zal uitleggen hoe hij op die min 33 kwam. Hij heeft dus gedaan plus 12, min 12. Hey, ik weet het ook niet. Min 12, min 21 heeft hij gedaan. Kom je op min 33? Dat is natuurlijk niet het goede antwoord. Maar dat maakt niet uit. Weet je waarom? We zijn hier om te leren, te proberen. Wat ruimte op proberen? Leren. Really, nigga? Dat heb ik toch al gezegd, man. Proberen. Wauw. Laat me gaan, joh. Laat me gaan. Kom op. Hier is het 12 graden. Waar mijn broertje is, is het 21 graden kouder. Hoeveel graden is bij mijn broertje? 21 graden kouder dan hier. En hier is 12 graden. Dus dan 12, daarna 21, min 12. That's stupid. You're stupid. Stop being stupid. Dat heb je helemaal goed. Wiskunde, hè, jongens. Wiskunde. Wiskunde. Heb je niet, daar scoor je altijd goed voor? Ja, meestal wel. Meestal wel. Nou, en nu ook? Ja, altijd, hè. No, no, you're lying. You're lying. What makes you lie? Hier is het 12 graden, maar waar mijn broertje is, is het 21 graden kouder. Hoeveel graden is het bij mijn broertje? Min 9? Nee. Jawel, min 9. Het is min 9. Ja. Wie brengt je in de stress? Zijn het de vragen? Is het de camera? Ben ik het? Is het een combinatie? Wat is het? Kijk, op de toets hoef je het niet hardop te zeggen. Dus dan, ik weet niet. Ik zit echt onzin uit de kranen. 21 graden kouder, dan is het bij je broertje. Oh, wat erg dit, jongens. Je kan dit allemaal wel, maar nu je hier staat, al die druk, heel erg. Dit is dan gaat het mis. Heel erg. En je hebt die mensen ook uitgelachen toen je naar dit keek, hè? Ja. En nu lachen ze jou uit. Weet je wat ze zeggen? Payback is ze? Bitch. Dat zeggen ze. Gaan we deze vraag gewoon laten? Later maar. Later maar. Schei uit, gekkie. Hier is het 12 graden, bij mijn broertje is het 21 graden kouder. Hoeveel graden is het bij mijn broertje? In het min 21. Wat? Ja. Niet te pakken. Zeg het maar, je bent niet te pakken. Niet te pakken. Hier is het 12 graden. Waar mijn broertje is, is het 21 graden kouder. Hoeveel graden is het bij mijn broertje? Oh jeetje. Ja, het is aardig koud. Of, ja, klopt toch? Ja, toch? Ja, min 9. Wat doe je? Wat doe je? Je mag niks. Je mag nog niks zeggen. Ja, min 9 graden. I like that. Maak af. Spreekwoord. De laatste loodjes zijn van mij. How? Wat zijn loodjes? Loodjes? Dat zijn dingen in het water toch, van die loodjes? What the fuck you say? Dobbers. Geen idee. Je bent een domme Aziat. Je bent een domme Aziat, dat is niet het stereotype? Nee. Dus het stereotype past niet bij jou? Nee, eigenlijk niet. Dus je moeder niet boos? Nee. Dus wat weet jij één gezien? Iedereen zat. Ja. Wat vond ze ervan? Ik vond het hartstikke grappig. En ik vind het ook hartstikke grappig, man. Topper. Denk ik, moeder. Esso nou moeder. Esso nou zijn moeder. Ja. Maak af. Spreekwoord. De laatste loodjes. Leggen. Wauw. Nee. Nee? Nee. Oké. Dan niet, hè? Ooit gehoord van de laatste loodjes wegen het zwaarst? Ja. Als je het nu zegt, wel ja. Maar ik heb nog nooit gehoord van de laatste loodjes leggen. Ik dacht dat als iemand doodging. Laatste. Dat is het loodje leggen, maar niet per se de laatste loodjes. Ja. Maar het is oké, weet je waarom? Omdat
De laatste logotjes zwaarst wegen. Woo! Je leert zo snel, I love it. De laatste loodjes. Zijn het zwaarst? Ik ga hem niet goedkeuren. Ik ga hem niet goed. Wat zeg jij? Maak af. Spreekwoord. De laatste loodjes. Tellen niet. Je bent echt dom of zo? Maak af. Spreekwoord. De laatste loodjes. Ja, niet lachen en niet in de ogen kijken. Mij aankijken. Nee, vind ik serieus niet. Oké, misschien weet je vriendin het. Ja, maakt niet uit, maar voor de eer. De laatste loodjes zijn gelegd. Dat was dom, dat was heel dom. Dat is het ook niet. Wel toch? Nee, wauw. En je zei het echt met zelfvertrouwen. Ik dacht echt dat het zo was, sorry. Ooit gehoord van, de laatste loodjes wegen het zwaarst? Oh ja, jee. Oh ja, jee. Oh, verkut. Nee, je hebt gelijk, sorry. De Friese Elfstedentocht is een schaatsmarathon, wist je dat? Nee. Oké, okay, maar weet je waar het wordt gehouden? Dus Friese Elftocht. Weet ik niet, wil rennen of zo? De Friese Elfstedentocht. Ken je dat? Is een schaatsmarathon, ken je dat? Ja. Waar wordt het gehouden? Friesland. Friesland. En hoeveel steden gaan ze? 11. Thank you. Is toch logisch? Nou, je zat te twijfelen hoor. Ja, maar ja. De Friese Elfstedentocht is een schaatsmarathon, wist je dat? Ja. Waar wordt die gehouden? In Nederland, Friesland. Langs hoeveel steden gaan ze? 11. Kan je voorstellen dat mensen dit fout hadden? Of kan je dat niet? Eigenlijk wel. Kan je wel? Ja. Yeah. I like it. Er zijn domme mensen hier. Ik ben er zelf ook geen van. Nou, je bent wel. Je hebt wel zelfreflectie. Ja. Yeah. Ik vind je niet dom trouwens, maar jij noemt jezelf dom en jij mag jezelf wel dom noemen. Ja. Yes. De Friese Elfstedentocht is een schaatsmarathon, wist je dat? Ja. Maar weet je ook waar het wordt gehouden? In Friesland. En weet je hoeveel steden ze bezoeken? 1. That's fucking stupid. Alleen in Friesland. Waar heb je het over? Ja. De Friese Elfstedentocht is een schaatsmarathon, wist je dat? Ja. Weet je ook waar het wordt gehouden? Friesland? Door heel Nederland. What? No! Door heel Nederland? Nee, nee, Friesland. Ja, je hebt een fout. Door 11 steden. I'm telling you, man, it's funny! Ja, welke, ja, steden in welke, welke provincies? Groningen. Bullshit. Ja? Groningen, wacht. Dat is één, je hoeft nog maar één. Gelderland. Wow. Wat een drama. Woe! Je hebt gegokt? Ja, man. Maar je hebt wel goed. Ja, man. Dus je weet wat ze zeggen. Zeg, gok is slecht, maar soms is het ook goed. Nooit geschoten is altijd mis. Nooit geschoten is altijd mis. Shoot the bullet. Nog een keer, sorry? De Friese Elfstedentocht is een schaatsmarathon, wist je dat? Nou ja, de Elfstedentocht is een schaatsmarathon, dus ja, denk het. Maar ik weet niet of die in Friesland is, dus... Are you being serious with me right now? Ik ga mijn vraag ook niet meer stellen. Ik heb mijn antwoord. Spel het woord gênant. Ah, oh, die is makkelijk. C. H. A. Ja, N. A. N. T. Shut the fuck up! Dit is een heel gênant antwoord, bro. Gênant. Maar weet je wat het betekent? Nee. Ik ken het woord niet. Maar hoe kom je erbij dat het makkelijk is? Ik heb vaak gehoord. Maar je hebt het wel vaker gehoord? Ik heb het wel vaak gehoord. Gênant. Is G, E, N. Waar zit dat? Wat? Hey, niet naar haar kijken. N, A, N, T. Maar er zit nog ergens een dakje op. Vertel. Op de A zit een dakje, toch? Listen, you're wrong. C-H-E-N-A-N-T. Nederlands is een moeilijke taal om te leren. Je moet Defano volgen. Je weet het, Defano, ik heb voor hem gestreden. Dit is de beloning daarvan. Je weet het, iedereen abonneren. Wie niet abonneert, mag de pot op. Jullie hebben het gehoord, maar als je niet abonneert, mag de pot op. Ik kan dat niet zeggen, want ik heb kijkers en zo. Maar shout out aan jullie, dikke love. Hij mag het wel zeggen, dus de pot op. De pot op, jongen. Abonneer, like, deel.
goede promotie. Oké, maar zeg eens, leg ze eens uit hoe het voelt als je hier staat. Want iedereen die nu zit te kijken, lacht jou misschien uit en denkt, ha, als ik daar stond, joh, dan had ik alles goed. Maar je moet ze even het gevoel uitleggen. Nou kijk, je staat best wel onder druk, want je weet niet, er staan zoveel mensen om je heen. Want achter de camera zijn ook nog mensen en ja, heel veel mensen. Gewoon veel mensen, ja.